Hallo allemaal, hallootjes allemaal, daar ben ik weer. Wat doet dat zo'n zeer? Ik ben er nog een keer. Ik blijf maar komen, ik kan auto's wel dromen. En ik blijf dit doen voor die poen. Voor jullie om die portemonnee te beheren, heb ik deze video vandaag gemaakt om jullie wat te leren. Vandaag hebben we een Citroën C1. Kom je overal mee doorheen alsof je wandelt op één been. Een echte baksteen. Niet kapot te krijgen en hij blijft maar strijden. Vergelijkenis, het is een Franse auto. Een Golf 4 is een Duitse auto, maar het lijkt wel alsof het zijn broertje is, want het is echt een kilometervreter. En hij is zowel zuinig in de brandstof als in het verbruik. Dus de benzine staat op een hoge prijs. Dus als jij weinig moet tanken en veel kilometers kunt maken, ben ik daar een voorstander van. En hij is ook klein en compact. Wat ook mogelijkheden biedt in de verzekering en de belasting. Dus een ideale auto voor jouw vriendin of een vrouw die haar dagelijkse taken moet doen in het huishouden, zoals de boodschappen of de kinderen van huis naar school brengen, van school naar huis, van zwemles, van huis weer naar zwemles en van zwemles weer naar huis. Ik heb hele goede ervaring met deze auto's. Dit is een Citroën C1. Hij is niet alleen. En weet je waarom hij niet alleen is? Omdat hij ook nog twee andere auto's rijden die gewoon dezelfde technologie beschikken. Zowel als de motor, het schakelgebeuren, dus het schakelbak gebeuren zoals de overbrenging van de motor naar de schakelbak. En de wielophanging. En dan heb ik het over de Peugeot 107 of een Toyota Aygo. Dus drie modellen met een verschillend uiterlijk, maar met dezelfde techniek. Ik raad iedereen aan in Nederland die een zuinige auto koopt, een goede auto koopt, die allergisch is voor de garage, om zo een te kopen. Want het maakt niet uit of je een Peugeot 107 koopt, of een Citroën C1 of een Toyota Aygo. Ze zijn alle drie hetzelfde qua techniek. En die techniek heb je nodig om die kilometers te maken en om die knaken in je zak te houden. Te behouden, die portemonnee te beheren voor de onnodige kosten en de onnodige posten. We gaan nu lesgeven. Dus zet die hersenen in het leerproces, want dit is weer wiskunde en rekenles. Financieel. Kom maar even dichterbij en dan ga ik jullie weer even de logo's laten zien. Want vandaag hebben we weer een vloeistofcheck en een bandenspanningcheck. Zoals je ziet hebben we hier links het ruitenvloeistofreservoir bij een Citroën C1. Dat zit achter de koplamp. De rechtsvoor koplamp. Daarachter zit het ruitenvloeistofreservoir. Weer het raampje met het sproeigebeuren. Wat aanduidt voor het ruitenvloeistofreservoir. En dus hier voel je dus je ruitenvloeistof bij. Daarnaast heb je gelijk de olievuldop. Engine. Engine wil zeggen in het Engels de motor. Oil is olie. Het gietertje met het kannetje en de druppel. Dus hier vul je motorolie bij. Te veel motorolie of te weinig motorolie is nooit goed. Dus gelijk wat wij hiernaast weer hebben is de oliepeilstok. Staat weer engine en oil. Engine, motor, oil, motorolie. Dus olie. Dus hier check je de motorolie bij. Dus te veel olie of te weinig olie is nooit goed. We gaan weer even een check doen zodat wij weten of hier genoeg motorolie in zit. En of hier te weinig motorolie in zit. Ik haal hem eruit. En als je hem eruit haalt, maken we hem weer natuurlijk even eerst schoon. En dan zien we weer twee stipjes. Dit duidt aan voor de minimum en dit duidt aan voor de maximum. Nadat we hem schoongemaakt hebben, zoals mijn eerdere video's en vlogs, doen we hem weer terug erin. En als we hem er terug in hebben gedaan, halen we hem weer eruit. En dan zien we een waarde. En deze waarde, ik pak even de zaklamp erbij, want ik zie het niet zo goed. In deze motor zit te weinig olie, want hij bevindt zich bij het minimale streepje. Dus hier zou een liter bij moeten. En ik weet dat uit de praktijk en uit de schoolervaring en mijn diploma, weet ik dat het stipje van de minimale aanduiding naar het stipje van de maximale aanduiding, dat een liter is. Dus deze auto zou in principe een liter bijgevuld moeten worden. Maar te veel bijvullen is nooit goed, want dan moet je het eruit halen. Dus gooi er altijd wat weinig in, en zodat je dat de hele tijd kunt meten. Totdat je de juiste waarde hebt, waar de olie zich moet bevinden. En dat is bij de maximale streep, want te weinig olie is nooit goed en te veel olie is nooit goed. Dus hier
vul jij je olie bij en meet jij je olie bij een Citroën C1. En natuurlijk bij een Peugeot 107 en een Toyota Aygo. Maar die zal ik wel in mijn latere video's nog een video van maken. Zodat jullie dan dat ook kunnen zien. En dan zullen jullie zien dat het gewoon hetzelfde is. Dan gaan we hier over naar het remvloeistofreservoir. Wat je overigens nooit hoeft bij te vullen. Want dat moet ook druk opbouwen. Moet je dat wel bijvullen, dan heb je een lek in het systeem. Zoek dan een garage op, want de rem heb je natuurlijk nodig om te stoppen. Het rondje met de twee streepjes, wat weer aanduidt voor de remschijven en de remblokjes. Dan hebben we gelijk de accu. Dat hebben die Fransen wel netjes gedaan, maar dit is Japanse technologie. De uiterlijk is uit Frankrijk en de innerlijk is uit Japan. En die Japanners, ja, die zijn in techniek gewoon zeer goed. Omdat het moet en ze weten wat ze doen, hè, voor die poen. Rood weer, hè, de plus van het Rode Kruis. Dit is de plus. En zoals je ziet hier, wordt dat niet goed aangeduid op de accu. En ook niet op de accupol. Maar je ziet wel de zwarte kabel. De zwarte is de massa. En de carrosserie is ook de massa. Daarom loopt de accupol met een kabel door naar de carrosserie. Omdat de carrosserie ook een massa is. Maar ik kan niet te moeilijk praten. Want ja, anders gaan jullie me haten omdat jullie het niet begrijpen. En dat wil ik niet. Want ik wil jullie, dat jullie zien wat ik doe en dat jullie me begrijpen. En als laatste hebben we hier nog bij de vloeistoffen de koelvloeistof gebeuren. Hier is het zo geregeld. Bij de Japanners is het meestal altijd zo geregeld. Je hebt gelijk een dop op de radiateur. En daarnaast heb je een expansievat, een koelvloeistofreservoir. En zoals je ziet staat hier coulant op. Coulant wil zeggen op zijn Engels koeling, koelmiddel, et cetera. Maar coulant, koeling. Dus hier voel je dus je koelvloeistof bij. Deze mag je overigens nooit opendraaien bij een hete motor. Draai hem altijd open bij een koude motor, zodat je weet of er genoeg in zit of niet. Dus de beste check die je eigenlijk kan uitvoeren. Een vloeistofcheck bij iedere auto, welke merk dan ook, een beste vloeistofcheck die je kan uitvoeren, is meestal in de ochtend. Dan heeft de auto de hele nacht stilgezeten, niet in werking geweest, en dan zullen alle vloeistof dalen. Dalen. En dan kun jij een optimale meting uitvoeren aan jouw auto, aan jouw wakkie, aan jouw bakkie. Ja, dit was de vloeistofcheck van de Citroën C1. Nu ga ik jullie nog even de bandenspanning label laten zien. Zoals ik al heb gezegd in mijn video 1, Peugeot 307 Franse mes. Deurstel A, deurstel B, deurstel C. De Peugeot 307 was een 3 deurs, die had dus alleen maar een deurstel B en een deurstel C. Maar deze auto heeft een 4 deurs, 4 deuren. De kofferbak wordt gezien als een 5e deur, dus op de kentekenwijs staat ook dat hij beschikt over 5 deuren, want wij kunnen er ook via de kofferbak in. Maar dat doen we niet, want we kunnen gewoon normaal naar binnen. En dus daar zal ik het ook gewoon bij houden. Maar C, B, A, A, B, C. De bandenspanningsspiegel, etiket, staat hier. Die staat hier in de deurstel B. Zoals je ziet, zie je hier de bandenspanning aangeven in beladen en ongeladen toestand. Dus wil jij de bandenspanning afregelen bij een Citroën C1, dan kijk jij in de deurstel B en dat is de deur van de bestuurder. Daar staat de bandenspanningsedensticker, zodat jij weet hoe jij je bandenspanning kan afregelen. Zodat jij de juiste bandenspanning in jouw wielen hebt en dat jij een goede wegligging hebt. En natuurlijk, bandenspanning is heel belangrijk, want het is ook brandstofbesparend. Want je wil niet elke keer gaan tanken om te kunnen planken. Ja, wil die geld in je zak houden. Dit was weer de les voor die cash van de Citroën C1. Ik kom gauw weer terug voor een nieuwe video om jullie wat te leren om die portemonnee te beheren voor onnodige kosten en onnodige posten. Dat was het weer voor vandaag. Ik mag jullie graag. Ik ben Morabet Moneybet en Oude Rijn kent geen pijn. Ik heb jullie dingen beloofd en ik kom dat na. Ik kom met nog meer video's en nog meer leuke bezienswaardigheid, maar vooral video's om jullie te wat te leren. Dit was het weer. Doet mij weer zo'n zeer dat ik jullie weer moet verlaten. Ik moet helaas weer verder en ik zie jullie weer gauw. Dus blijf kijken en blijf abonneren, blijf delen, zodat ik jullie gewoon blij kan maken met deze informatie voor die knaken. Ja? Doei, poef, poef, doei.